goed. Rij zacht voor. Fijne wedstrijd, dit is uiteraard. Rij. Ja, de actie past bij onze club, hè. Dat straalt een stuk warmte en ook liefde weer terug naar, je, naar de supporters toe. Helemaal in dit geval natuurlijk met de derby die op komst is. Hoe erg is het dat je er niet bij kunt zijn? Op de schaal van 1 tot 10? Ja. 9,5. Als morgen... Nee, het is gewoon, je bent supporter en dat ben je van kleins af aan. En dat is inmiddels al meer dan 50 jaar in totaliteit. Dus je bent helemaal mee opgegroeid en de derby tegen de grote broer, dat is toch de wedstrijd waar je voor leeft. De wedstrijd van het seizoen? Ja, zeker. Ja. Die bestaat normaliter uit twee etappes. Ja. Eenmaal thuis, eenmaal uit. Ja. De laatste derby was uitgespeeld in de Veste. 20 september 2019 uit mijn hoofd. Klopt. Die we daar wonnen met 3-2. En daar waren we zelf ook getuigen van. Dus dat was een geweldig feest. Hoe beleef je als supporter nu in 2021 deze derby? Ja, die beleef je anders dan anders. En dat heeft er natuurlijk mee te maken omdat je gewoon op dit moment niet datgene zelf op kunt brengen als wat je eigenlijk graag wil. En dat is samen met je vrienden, met je maten naar Heracles. En helemaal om deze wedstrijd om dan aanwezig te zijn. En dat moet je dat natuurlijk beleven op de tribune en in de omloop. Hoe belangrijk is het om deze wedstrijd tegen FC Twente te winnen? De vraag stellen is eigenlijk het antwoord ook eigenlijk al als een retorische vraag terugkrijgen. Ja, natuurlijk, die is superbelangrijk. Het is de wedstrijd nogmaals waar wij voor leven, 2 keer per jaar. En ik neem aan dat er nog wel van alles gebeurt om het stadion heen. Want de supporters kennende zal dat wel gebeuren. Maar een wedstrijd als overmorgen tegen Twente, daar hoef je spelers niet te motiveren. Nee. Ze worden aangemoedigd door de supporters, ook bij de laatste trainingen. En ze weten drommels goed wat hun te wachten staat. Die wedstrijd moet gewoon gewonnen worden. Dat is het enige wat we eisen. Tim Breukers en Robin Prupper die zeggen een slechte generale laten we volgen door een goede uitvoering. Daar ben ik helemaal met ze eens. En daar straks aan houden. Winnen in Almelo van FC Twente, is dat een must? Ja, voor de supporters is dat een must. Zeg je, moet het voor de ranglijst? Ach, we zijn relatief aan de veilige kant momenteel. Maar het is gewoon, voor ons is het belangrijk. We moeten winnen. We moeten winnen en we zullen winnen. Daar ga ik ook vanuit en ben ik van overtuigd. Helpt dan het tasje daarbij wat je zo net in ontvangst genomen hebt? Ja, natuurlijk. Want daar zit in dat pakket, ik heb al snel even gekeken, daar zitten gewoon een aantal attributen die bij onze club passen. En we maken er een gezellige avond van. En zorgen dat we winnen. Daar gaan we alles aan doen. En ik weet zeker de jongens op het veld ook. De wedstrijd is rechtstreeks te beluisteren via AFM. Dus als dat voor mensen niet mogelijk is om naar tv te kijken, altijd kun je naar AFM kijken. Nou, perfect. Luisteren. Perfect.